Nijmegen kennen het nog wel. De Bimbo Box. De automaat die vroeger in de kelder van de oude V&D stond. En Topshelf heeft het apparaat teruggeplaatst. De Bimbo Boxen werden van 1958 tot ongeveer 1980 gebouwd in Duitsland. Ze werden vooral geplaatst in warenhuizen en pretparken. Na inloop van een muntstuk speelde de automaat een instrumentaal liedje. De poppen stelden meestal apen voor, gekleed in poncho's en vestjes. Maar één ding is anders, de muziek. Wie weet nog welke muziek er vroeger te horen was bij de spelende aapjes? Stuur een mail naar redactie@n1.nl. Zelf een beetje ervaren hoe het is om op een vluchtelingenboot te zitten? Dat kon zaterdag op de Waal bij Nijmegen. Het was een van de activiteiten rondom de uitreiking van de Vrede van Nijmegen-penning. In juli 2013 was de boot onderweg van Egypte naar Lampedusa toen deze door de Italiaanse kustwacht werd opgepikt. Er zaten 282 vluchtelingen aan boord, 217 Eritreërs en 65 Ethiopiërs. De Italiaanse autoriteiten schonken het bootje aan een stel Amsterdammers die er tochtjes mee maken om mensen bewuster te maken van wat vluchtelingen meemaken. Later die middag was op het Marienburgplein voor Lux nog een vluchtelingenboot te zien, althans de contouren ervan. Daar werd geprobeerd om zoveel mogelijk mensen op het oppervlakte van de vluchtelingenboot te verzamelen. Het aantal van 282 werd niet gehaald. Bastiaan Barenbrug is Nijmeegs ondernemer van het jaar. Dat werd bekendgemaakt tijdens een feestelijke verkiezing die vrijdag werd gehouden in de vereniging in Nijmegen. Barenbrug is eigenaar van de Koninklijke Barenbrug Groep en is wereldwijd producent van graszaden. Andere genomineerden waren burghoutsbedrijven en hogeboommode. Ontzettend leuk dat we natuurlijk gewonnen hebben. En ik vind het met name echt de prestatie van alle personeel. Ik sta hier niet namens mezelf, maar ik sta hier namens het bedrijf. En superleuke prestatie voor iedereen. We zijn er zeer vereerd mee. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ontving vrijdag de Vrede van Nijmegen-penning. Het is een sign of recognition of the importance of our institution, which is quite important in these times. There is some criticism now which is raised against the court. So this recognition is very well received in Strasbourg.